Dames en heren, hartelijk welkom. Mijn naam is Theodor Holman en we komen vanavond rechtstreeks vanuit de theaterzaal van de OBA hier in Amsterdam. Het is een hele bijzondere avond. Ik heb het idee dat ik alle mensen die in de zaal zitten ken. Oh, dat zijn waarschijnlijk vrienden geweest, of nog steeds natuurlijk, van Theo van Gogh of van Jaap. Want waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over Theo van Gogh. En dat doen we naar aanleiding van de schitterende biografie van Jaap Cohen, De Bolle Gogh. Mocht u van mij verwachten dat ik dit uur, want we hebben maar een uur, helemaal objectief zal zijn en mijn journalistieke plichten zal vervullen, dan moet ik u teleurstellen, want ik ben echt helemaal onder de indruk, zwaar onder de indruk van dit boek. En het gaat tenslotte over een goede vriend van mij. Jaap Cohen die schreef dus De Bolle Gogh. Dat is een uitgebreide biografie van Theo, bijna 700 pagina's. Inmiddels zijn er, ik mag wel zeggen, schitterende recensies verschenen. Het boek staat hoog in de literaire top 10. En we gaan het hebben over Theo, de filmmaker, de interviewer en de columnist. De lieve vriend en collega, de controversiële brievenschrijver, de provocateur en natuurlijk de beledigende kwetser, zou ik willen zeggen, het ruziemaker en wat niet al. Ik praat met Jaap Cohen. Ik praat ook met de filmproducent Gijs van der Westerlaken, met Ronnie Naftaniel, die tegen Theo procedeerde, en met schrijfster en goede vriend Nelleke Noordervliet. En ik praat uiteraard met ook als laatste gast de historicus Geert en Waling over het destijds nieuwe internationale gevaar, de radicale islam, en de prille debatten die daarover in die tijd in Nederland werden gevoerd. Kortom, we gaan het hebben over Theo van Gogh. Jaap. Je hebt 7 jaar aan die biografie gewerkt, 150 mensen geïnterviewd. Je hebt zijn films en televisieprogramma's gezien, honderden columns gelezen, brieven, alles wat er over Theo te vinden was. En toen had je nog 6 maanden over om dit boek te schrijven van 700 platzijden, dacht ik. Hoe dacht jij, dat vroeg ik me af, over Theo van Gogh voordat je aan deze biografie begon? Is natuurlijk moeilijk terug te halen, maar ja, ik ken hem uit de jaren 80, jaren 90. Ik ken hem van televisie. En ik heb wel een paar beelden die ik me denk te kunnen herinneren. Het beeld dat ik naar tv keek en dat ik hem op een bordes zag staan, verkleed als een kakmadam, een parelketting om en plooirokje aan en een heel morbide liedje zingend. Ja. Dat was dan tijdens de hunkering. Tijdens de hunkering. Ja, Wat dacht je toen? Ja, ik wist niet. Ik vond het heel gek. Ik dacht, wat is dit? Engelman, ik weet dat ik altijd als je televisie keek, want hij was natuurlijk wel alom tegenwoordig in de media in die tijd. Ik weet dat het altijd spannend was, dat je nooit wist wat er kon gaan gebeuren. En dat was ook met die interviews, want die ging ik toen op een gegeven moment. Volgens mij toen woonde ik in Amsterdam. En dan kwam ik wel eens, dan kom je zo 's avonds thuis en dan ging ik nog even zappen. En dan viel je wel eens in zo'n interview van hem. En dan moest ik wel altijd blijven kijken, omdat je nooit wist van waar dat dan naartoe ging. En kon altijd prikkelende dilemma's voorleggen. Maar had je een soort moreel oordeel over hem? Nou ja, en tegelijkertijd las ik die columns van hem in de metro. En toen dacht ik van, hoe kan dat samengaan? Want die waren zo kwetsend en zo bedoeld ook om echt mensen in hun ziel te raken. Ja, daar moest je niet om lachen. Soms, maar soms heel vaak ook niet. Ik weet wel dat ik echt soms verbijsterd was van wat ik las. En die interviews vond ik heel goed. En ik weet ook dat ik de filminterview van jou, die jij geschreven hebt, dat ik die in de bioscoop gezien heb. En die vond ik ook goed. En dus het waren heel tegenstrijdige gevoelens, riep hij eigenlijk bij me op. Ja, ja, ja. Nu ik werd erg getroffen ook door het het citaat van de Zweedse schrijver Hjalmar Söderberg, die waarmee je begint. Dat is, men wil bemind worden, bij gebrek daaraan bewonderd, bij gebrek daaraan gevreesd, bij gebrek daaraan verafschuwd en veracht. De ziel huivert voor de leegte en wil tot iedere prijs contact. Schitterend citaat. Is dit de sleutel geweest voor jou om, ik zoek een beeld met open doen, maar om Theo te begrijpen? Nou, ik vond het wel heel, toen ik het ergens las, toen vond ik het wel meteen heel erg op Theo slaan. Maar was dat voordat je het onderzoek had gedaan of daarna? Tijdens. Want ik zag op een gegeven moment wel dat hij altijd bezig was met contact maken. En dat kon dus ofwel heel vriendschappelijk contact zijn. En dat hij echt, dan ging hij ook echt meteen all the way. Ja. Maar ja, ruzie en conflict zijn natuurlijk ook een hele intense vorm van contact. Ik zoek naar iets anders. Ik zoek eigenlijk naar het moment waarop je dacht, nu heb ik hem. Ik weet niet of ik hem echt heb.
En weet je, het blijft nog steeds een raadselachtig iemand. Maar ja, ik heb wel het idee dat ik iets dichterbij ben gekomen. Ja. En ik vond dit citaat, dacht ik wel meteen, ja, die eenzaamheid die daar ook in zit. Ja. Die je ook steeds toch terug ziet komen. Ja. De afgelopen weken moeten heerlijk zijn geweest. Lof, enorm veel aandacht heb je gekregen, radio en televisie. Het lijkt wel, moet ik eerlijk zeggen, Rina en ik, toen we ermee bezig waren met jouw boek. Het lijkt wel alsof opeens iedereen van Theo houdt. Vind je van niet? Nee, ik heb ook veel mensen die me dan mailen en die zeggen van, dan vinden ze het boek misschien wel mooi, maar dan zeg ik, nee, we vinden hem nog even verschrikkelijk als hiervoor. Gelukkig hoef ik mijn mening niet bij te stellen, schrijven ze dan. Ben je bij het werk aan die biografie ook op tegenstanders dan van Theo gestuit? Ik heb zijn vijanden geïnterviewd. En die ook niet mee wilden werken? Ja, sommige mensen wilden niet meewerken. Gelukkig wilden de meeste intimi meewerken en de meeste vijanden die ik vroeg ook. Wie heeft voor jou het meest vijandelijk geformuleerd? Nou ja, weet je, voor mij waren de meest interessante mensen de mensen die en met hem bevriend zijn geweest en echt ruzie met hem hebben gekregen. En ja, dus Tom Hofman was bijvoorbeeld heel belangrijk. Ja. En die is natuurlijk samen met hem opgegroeid in Wassenaar. En hij was de hoofdrolspeler in zijn eerste film. Ja. En die hebben daarna zo'n ongehoorde ruzie gekregen. Is hij weer goed gekomen? Ja, enigszins. Hij was wel de eerste echt publieke vijand van Theo. Ja. En hij wist ook niet wat hem overkwam. Want het kon natuurlijk ook heel intimiderend zijn. Want hij begon liedjes over in dienst van de Gestapo begon hij te schrijven. Hij ging echt brieven naar zijn ouders sturen. Op alle mogelijke manieren ging hij belachelijk maken. Dat ging maar door. Dat ging maar door, ja. Je hebt hem, dat hoorde ik ook, dat wist ik niet, je hebt hem één keer ontmoet. Nee, ik zag hem wel eens fietsen in de stad. Ja. Ik heb jullie volgens mij ook wel eens in Toemler zien zitten. Ja. Ik ging dan wel eens op vrijdagavond naar een jazzavond die daar was. Daar gingen jullie ook vaak naartoe. Bedankt tot zover. Ik kom straks bij je terug. Dreigend lied. Ik denk, er komt iemand binnen de hele tijd. Gijs. Ik ga praten, dames en heren, met Gijs van de Westerlaken. Gijs heeft met Theo enorm hecht samengewerkt bij Column Producties. Ik was zo nieuwsgierig. Ja, ik weet het wel, maar ik ga het toch vragen. Hoe werkte Theo? Als regisseur bedoel je? Ja, als regisseur. Man op kantoor. Beide. Doen we eerst op kantoor. Als man op kantoor kwam hij gewoon binnen en ging de krant lezen. Dat was het belangrijkste. Liggend op een bank. Zeker. In de begintijd dat we in Amsterdam kantoor hadden, daarvoor hadden we kantoor in Hilversum, dat wilden wij allebei weg. Want we waren partners met Pieter Storms van Breken. Ja. Storms, die jullie hadden de aandelen gekocht. Ik weet niet meer van. Nou, Pieter had Theo aangetrokken, zeg maar, als aandeelhouder. Ja, ja, ja. En zij tweeën vroegen mij toen om directeur te gaan spelen daar. Wat ik letterlijk heb, dat laatste heb ik voornamelijk gedaan. Ja. En de bedoeling was films maken en televisieproducties? Nee, films nog helemaal niet hoor. Het was televisieprogramma. Televisieproducties. Theo stond onder contract bij Veronica vandaar. En daar moesten programma's voor gemaakt worden. Ja. En dat was onder de Hunkering, hadden we toen net één seizoen gedaan. En daarna kwam het tweede seizoen. Dus de Hunkering heb ik ook met veel plezier. Was ik daar de producent van. Ja, ik vind zelf de Hunkering nog steeds waard om uitgezonderd te worden. Het is bijna het ene Fellini-surrealistische-achtige uitzending na de andere. Ja, dat is over Fellini gesproken. Dat was het tweede seizoen begon met. Ik had het idiote idee gehad om nu voortaan on tour te gaan. De Hunkering on tour heette het dan ook. Elke aflevering vanuit een andere provincie. Sloeg helemaal nergens op. En de eerste was vanuit Friesland. En we hadden als, ik weet niet, de productie had als hoofdgast. We hadden steeds een bekend persoon en die bediende de pimpampettafel. En iemand van de productie had Lola Ferrari daarvoor weten te regelen. Ja. Je moet even uitleggen wie dat was. Lola Ferrari was een vrouw met enorme tieten, zo ongeveer. Groter. Groter waarschijnlijk. Ja, ik kom niet verder. Ja. En dat was een beroemdheid in die zin. En dus die meldde zich op kantoor in Hilversum toen nog. En moest vervoerd worden naar Zeeland. En dat werd door een beetje een rare chauffeur van ons werd hij vervoerd.
in een busje. Samen met haar agent, een hele vreemde man. En een andere vrouw die ongeveer de helft van de borstomvang had van Lola. Want die was hij aan het, zeg maar, hoe noem je dat? Aan het kweken, zou je willen zeggen. Oh ja. Om samen met Lola op te treden. Dus die kreeg ook bergen. Weet ik wat voor middelen allemaal in die borsten gespoten. Maar dat busje onderweg naar de opnames in Friesland, dat is in een sloot beland. Lola bleef daar. We zouden ergens in een dorp. Helaas was ik daar niet bij, want ik had graag de volgende scène gezien. Busje in de sloot. De chauffeur, die wist niet zo goed wat hij moest doen in zijn eentje. Dus toen had je de volgende scène gezien. Lola en die andere vrouw met die, zeg maar, die borsten die nog in ontwikkeling waren. En die agent, die proberen het busje uit de sloot te duwen. Op weg naar de opnames in Berlicum, weet ik nog. Dat was Berlicum, ja. Ja, een discotheek in Berlicum. Nou ja, dat soort uitstapjes waren dat steeds. Ja. Niet steeds met Lola Ferrari, maar dit was de eerste. En daar bestond de hunkering vooral uit. En er waren ook wel conflicten. Kunnen we dat conflict vertellen over de sumo-worstelaar die verliefd was geworden op een dwerg? Ja, dat kan wel. Dat kan, ik weet de namen toch niet meer van die. Nee, ik weet ook niet. Er waren twee sumo-worstelaars. Dat waren zeg maar de sterke mannen van presentator Theo. je moet Theo voorstellen in een smoking. En die begon het programma eigenlijk altijd met een gesproken column. Die hij ter plekke verzon ook. Maar die kon dus gewoon gaan over Ad Melkert, ik noem maar wat. Terwijl het publiek zat vol met studenten die een vrolijke avond wilden en die niks met Ad Melkert hadden. Anyway. Dus dat was dan een lange toespraak. En wat was de vraag nou ook weer? Over de sumo-worstelaar. Oh, de sumo-worstelaar. Ja, op een gegeven moment. Ik kom op een gegeven moment bij zo'n disco aan. We waren toen gescheiden. Theo was al op de locatie aanwezig in de discotheek en ik kom aanrijden. En Theo komt op me aflopen en roept, luister, we hebben een probleem. Ik weet bij God die naam. Zeg maar Richard heette die, geloof ik. Oh, Richard. De sumo-worstelaar. Theo had dus twee assistenten sumo-worstelaars. En Richard, die was verliefd op Helene en dat moeten we niet hebben, want dat verstoort de verhoudingen, zei Theo. Nou moeten jullie even weten wie Helene was. Dat was een dwerg die met een asbak op haar hoofd gemonteerd. Dat Theo daar zijn sigaretten in uitkomt. Alleen was het buitengewoon leuk mens trouwens, by the way. Ja, erg leuk. Ja. Maar inderdaad, Theo vond, we moeten nu optreden, want dit gaat fout. Er ontstaat er veel te veel spanning tijdens de opname. En dus Theo en ik in gesprek met die twee, met die sumo-worstelaar en het dwerg. En de sumo-worstelaar moest toegeven die het had, sprak ook nog met een zachte G. Ja, ik vind hem wel ontzettend aardig. Ja. ze is wel heel lief. En oké, ga maar, zei Theo. Dan alleen erbij. Even één op één gesprek met alleen. Nou, die vond Richard ook wel leuk, maar alleen wel een beetje groot. Dat klopt, ja. Dus dat is, daarmee hadden we toch vast kunnen stellen dat het niks zou worden tussen die twee. Nee, het is niks geworden. Dat waren ze met ons eens. Jongens, doe dat niet. Dan kunnen we nu gewoon aan het werk. Ja, dat is. Maar dat was Theo, typisch Theo. Theo was een hopman. Daar kun je hem eigenlijk het beste mee vergelijken. Dat was hij altijd. Dus bij zo'n opname was hij degene. Hij hield alles onder controle. Bij filmopname ook. Was hij. Hij was niet alleen de regisseur. Maar als je bijvoorbeeld na afloop van de opname een borreltje ging drinken, de crew. Dan hield Theo dat scherp in de gaten. Want er mocht natuurlijk niet te veel gedronken worden. En niet zomaar. En dus vooral niet dronken naar huis natuurlijk als crew. Maar we hebben ook wel periodes gehad dat we draaiden in de buurt van, dat vond hij het beste model, een vakantiepark waar dan de hele crew kon blijven slapen. Want dan had hij daar de meeste grip op en dan deed hij gewoon 's avonds een rondje langs alle huisjes om te kijken of iedereen wel keurig op tijd in bed was. Ja. Dat is typisch Theo. Hij zei ook toch altijd dat hij een aanhanger was van het harmoniemodel. Ja. Als op de set en mensen omheen, was dat niet ironisch bedoeld? Nee, helemaal niet. Het was buitengewoon. Het maatschappelijk debat zat misschien iets anders. Er waren wel eens wat ruzies op de set, zeg. Allemachtig. Die opgelost moesten worden. Ja, maar niet vanwege hem. Nee, niet hij loste hem. Die nooit vanwege op. Hem. Ja. Ja, trouwens, over ruzies gesproken. We moeten het even hebben over de affaires van Theo. Zijn ruzies, zijn beledigingen en zijn langdurige conflicten. Tom Hofman die zegt ergens in jouw biografie, Theo ontwikkelde zich tot een ongeneeslijke conflictjunk. Waar kwam dat vandaan volgens jou?
Nou ja, goed, dan kom je dus inderdaad volgens mij uiteindelijk ook terug op dat zoeken naar contact. En volgens mij, soms als mensen te dichtbij kwamen, dan kon hij de deur dicht doen. En dan kon hij als een reactie kon hij mensen ongenadig afmaken. Of als hij het gevoel had dat ze met kritiek kwamen die wel echt ergens op sloeg, die echt hout sneed. Daar kon hij volgens mij ook niet echt tegen. Ja. En als dan de ander dan niet een grapje terugmaakte, want dat was ook, hè, dan, hij was natuurlijk altijd aan het prikken. En als je dan een grapje maakte of een beetje luchtig daarover deed, dan wist hij daar ook niet zo goed mee om te gaan. Maar als iemand er dan echt tegenin ging, dan ging hij ook door. Ja, ja, ja. En dan liet hij niet meer los. Een van de grote kwesties is natuurlijk die column geweest in Moviola. Hij had dat blad opgericht, onder invloed ook van Giet Jaspers. Samen met Giet. Ja. En hij maakte in dat blad, in die column, een aantal holocaustgrappen naar aanleiding van de film Bastille van Leon de Winter. Wat was nou het punt? Dat... Nou ja, hij maakte er in eerste instantie één grap over Anne Frank. En hij liet het conceptstuk aan een vriendin van hem lezen. En, het was dat is niet hele Pavias niet? Dat ja, niet ja, precies, ja, toch? Ja, de vrouw van Giet Jaspers. Ja, toen ook de vriendin van Giet Jaspers. En zij leest het stuk. En het was natuurlijk een aanklacht tegen aan de ene kant de dubbele petten van Leon de Winter. Aan de andere kant vond hij dat de Winter reclame maakte met 6 miljoen doden. Ja. En dat verweet hij hem. Dat, ja. dat was eigenlijk het echte punt van de aanklacht. Die vriendin die leest het stuk en die zegt, nou ja, ik ben het er eigenlijk wel mee eens, zo'n goed stuk. Maar die grap over Anne Frank, nee, die kan echt niet. Die moet je er echt uithalen. Ja. Nou, dus dan ziet hij dus dat het iets doet, hè, bij haar. Ja. Dan komt er een reactie en dan in reactie daarop, dan doet hij er nog 2 grappen bij. Nog veel grovere, veel hardere grappen over de echte Holocaust-chick jokes. Ja, ja, ja. ja. Er is een proces over, gaan we zo over met Ronnie praten. Maar het heeft 9 jaar geduurd. 9 jaar. 9 jaar. Ik ben nog bij die processen geweest, maar hoe liep het uiteindelijk af? Nou ja, het zijn 2 processen eigenlijk geweest. 2 processen over hetzelfde stuk. Het eerste proces, dat is geëindigd in een veroordeling. Ja. Maar al voordat die laatste uitspraak was, toen heeft Theo gezegd, nou ja, ik zal dat stuk, tot de komende 30 jaar zal ik elk jaar dat stuk blijven publiceren. Ja. Dat heeft hij ook 2 keer nog opnieuw gepubliceerd in 2 bundels. Nou, een reactie daarop is weer iemand anders, Richard Stijn, heeft hem dus opnieuw aangeklaagd. Ja. Hetzelfde, want het was eigenlijk een nieuwe publicatie. Ja, 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 nou, die, dat Moviola 2 proces, dat is uiteindelijk geëindigd in een vrijspraak. Ja. Ja. Nou, wacht even. We kunnen dat niet doen. Nee, sorry. Ja, het spijt me heel erg. Het is inderdaad... Het spijt me heel erg, het mevrouw. Bij het Hof is het inderdaad in vrijspraak geëindigd. En toen... Nee, het is bij de Hoge Raad. Ja, bij de Hoge Raad. Bij de Hoge Raad was... Vormfout. Precies, de procureur-generaal was te laat. Ja. Met het appel. Ja, dus uiteindelijk was het een vrijspraak. De vrijspraak van het Hof bleef staan. Ja, ja, precies. We kunnen helaas, ik kan helaas de zaal geen niet het woord geven, want u bent niet te verstaan en dan weten de mensen thuis niet wat er allemaal gebeurt hier. Dus beter is, daarom hebben wij mensen uitgenodigd die het allemaal weten, bijvoorbeeld Ronnie Naftaniel. Ronnie, jij kende Theo voor die bewuste column in Moviola, kende jij? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Ik dacht dat jullie elkaar kenden. Jij ging Nee, helemaal niet. Ik keek naar de televisie, daar zat Leon de Winter en Frits Barend en Rudolf van den Berg. En die werden door Sonja Barend werden geïnterviewd naar aanleiding van het boek van de film Bastille. Die was uitgekomen en er werd gevraagd over hun Joodse identiteit. Verder niks. Ik kreeg een paar dagen later kreeg ik dat Moviola in handen. En ik dacht, wat lees ik nou? Wat zegt hij nou? Je was directeur van het CIDI. Ik was directeur van het CIDI. Wat lees ik nou? Hij heeft het over copulerende jodensterren in een gaskamer. Hij heeft het over de Anne Franke die een dagboek schrijft en dan roept: kom me halen, kom me halen.
buitengewoon onsmakelijke verhalen die... Ik begreep wel in de context dat het bedoeld was om, om Leon de Winter te pakken. Ik begreep wel dat hij iets had met Leon de Winter. Later ben ik wat meer gaan begrijpen over de achtergronden van Theo. Ze voelt dat hij, zijn ouders uit het verzet kwamen. Zijn moeder die koerier is geweest. Zijn oom die is geëxecuteerd door de Duitsers. Ik begrijp dat de Tweede Wereldoorlog heel zwaar in dat gezin ook drukte. En dat dat misschien ook iets was van een afzetten van het ouderlijk. Maar je bent toch tegen hem gaan procederen. Ik ben gaan procederen omdat hij te ver ging. Hij ging niet alleen Leon de Winter te lijf. Hij beledigde ook oorlogsslachtoffers. Mensen die die kampen hadden meegemaakt. Er waren nog duizenden in die periode, 40 jaar geleden, duizenden mensen die het hadden meegemaakt. En als je dan gaat praten over copulerende jodensterren in een gaskamer, ja, dan krijgen die mensen een schok. Dus het middel wat hij gebruikte om Leon de Winter aan te pakken, was buitenproportioneel. En ja, ik was directeur van het CIDI. Speelde dat een rol, dat je directeur van het CIDI? Ja, natuurlijk. Het CIDI probeert toch de belangen te behartigen van de Joodse gemeenschap. En als je dan dit soort verhalen leest, ongeacht waarom hij het doet, het gebeurt. En als je dat niet aanpakt, dan komt iemand die nog veel kwaadwilliger is, die precies hetzelfde zegt en die dan... En die dan roept, ja, Theo van Gogh mocht het ook. Dus ik vond dat daar een norm gezet moest worden. Nou ja, uiteindelijk is die norm gezet. En ik vind dat Theo daar eigenlijk kinderachtig op reageerde. Ik vond de aanval die hij op de officier van justitie in de tijd, Meinsen, lanceerde, waarbij hij ook zei toen die man overleed van, ik hoop dat hij mag branden in de hel. Dat vond ik buitenproportioneel. Toch zeg je, wat je daarnet eigenlijk ook al aan refereerde in de biografie van Jaap, ik had bij Theo van Gogh niet het gevoel met een rabiate antisemiet te maken te hebben. Hij was eerder een provocateur. Ja, hij was een provocateur, absoluut. Maar door wat hij zei, kon hij aanzetten tot meer haat. En hij kon, als het ware, het tapijt uitleggen voor een hele groep antisemieten die wel echt fundamentele jodenhaat lieten zien. Dus het gaat in dat wetsartikel ook niet om of je een oogmerk hebt om te beledigen. Het gaat erom dat je in het openbaar opzettelijk beledigt, een bevolkingsgroep. Beledigd. Ik ben toch benieuwd, hoe kijk je daarnaar? Nou? Ja, nee. Mag ik daar nog iets aan? Want zeker. Eigenlijk later, want dat lees ik uit jouw boeken, ziet hij dat ook zelf in. Hè? Hij verklaart van, ja, ik had dat misschien niet zo moeten doen. En nog later zegt hij eigenlijk precies wat ik nu zeg. Zegt hij over Pim Fortuyn hetzelfde. Want dan Pim Fortuyn wordt vermoord. En dan zegt hij dat komt door Melkert en door Rosemuller. Want die hebben als het ware aangezet daartoe. En dat is precies het verhaal. Woorden kunnen hartstikke pijn doen. En op een gegeven moment kan dat leiden tot geweld. En dat geweld, dat kan dodelijk zijn. En dat was de overweging. Hoe kijk je toch na al die jaren en na lezing van dit boek daarna op terug? Zou je het gedaan hebben weer? Zou je het nu gedaan hebben? Ja, ik zou het weer hebben gedaan. Want ik vind dat er een grens is aan de vrijheid van meningsuiting. Ik ben een groot voorstander van vrijheid van meningsuiting op allerlei gebieden. Maar het kan een grens overgaan daar waar kwetsbare bevolkingsgroepen in het nauw worden gebracht. Het veelvuldig gebruik door Theo van het woord geitenneukers voor moslims vond ik ook niet oké. Hier scheiden onze wegen, Ronnie. Ja. Hier scheiden onze wegen. Ik kan er niks aan doen. Hier scheiden onze wegen. Ik begrijp het.
Ik begrijp het. We komen er misschien straks nog even op terug. Want ik wil even die nog even voor mijn eigen helderheid. Hoe liep die procedure precies af? Ging naar de Hoge Raad. En de Hoge Raad, die heeft... Hoe zat het ook alweer? Ik weet alleen, Theo die kwam bij me. Ik ben vrijgesproken. Het Hof had me vrijgesproken. En toen wilde procureur-generaal naar de Hoge Raad. Maar toen was er net weer een regel veranderd. Een termijn was veranderd. En de procureur-generaal had eigenlijk de oude termijn gehanteerd. Dus ze was te laat. En daardoor kon het niet meer aanhangig gemaakt worden bij de Hoge Raad. Dus uiteindelijk was er sprake van een vormfout. Ja. En toen bleef dat vonnis van het Hof bleef intact. Maar herinner ik. Het aardige was dat Theo een aantal brieven schreef. Waar hij altijd beweerde dat hij was vrijgesproken. Maar feitelijk was hij natuurlijk in eerste instantie veroordeeld. Dus ik schrijf ook eigenlijk allebei gelijk. Ja. Hij is Moviola 1 is hij veroordeeld. In Moviola 2 is hij uiteindelijk vrijgesproken. Vrijgesproken, ja. Ja, maar daar zit de technische discussie of je een bepaalde uitlating, als je die twee keer. Nebis in idem. Precies, nebis in idem. Nou. Bleef aan Theo dat verwijt van antisemitisme nog een tijd lang kleven? En eigenlijk misschien wel tot zijn dood. Kwam jij dat verwijt ook nog tegen in je research? Ja, tuurlijk. Hij werd de eeuwige antisemiet op een gegeven moment genoemd. Hugo Brandt-Corsius. Ja, en dat in de jaren 90 is dus opnieuw die hele discussie weer opnieuw helemaal gevoerd. En alle columnisten gingen zich daarover uitspreken. Ja. En natuurlijk Evelien Gans heeft er uitgebreid over geschreven. Ja. In haar eerste boek heeft ze een heel hoofdstuk aan Theo gewijd. En haar stelling was dat... Ze zei niet, Van Gogh is een antisemiet, maar hij flirt wel met antisemitisme. Is het verstandig eigenlijk? En met name omdat hij natuurlijk voortdurend... het heeft over geld verdienen en reclame maken. Ja, dat stereotype... Stereotype van de geldjood. Van de geldjood. Dat hij gebruikte. Ja. Dat verweet ze hem. Ja. Maar je zal toch tegen zijn gekomen dat hij echt werkelijk op geen enkel moment ooit ook maar enig spoor van antisemitisme had. Ik denk wat ik dus wel heel verhelderend vond, is ook als je naar de rest van zijn van al zijn veters gaat kijken, is dat hij altijd op dat thema van leedexploitatie, dat hij daar altijd helemaal op aansloeg. Er zijn heel veel verschillende voorbeelden van. En dat is synoniem aan hypocrisie. Dus bijvoorbeeld... Kan je daar iets over zeggen? Want Hij had voordat hij in Moviola dat artikel schreef, had hij een film gemaakt. Vakmanschap is meesterschap. Heeft hij niet gemaakt, was een opzet. Een schriftje. Waarbij hij ook iemand laat zien met een kampnummer. Wat eigenlijk gruwelijk is. En het gaat ook over Veen. Waar zijn oom dus precies, ligt. Precies, ja. Zat daar een oorlogstrauma waar tegen hij zich wou afzetten? Ja, hij wilde in ieder geval shockeren. Ja. En hij wist dat je dat hier met dit thema, dat je daarmee, zeker in die jaren, dat je daarmee kon shockeren. Hij had daar een soort van instinct voor, volgens mij. Dus hij wist meteen waar je reactie kon krijgen. En dat had hij op individueel niveau, maar dat had hij dus ook op thematisch niveau. En volgens mij, als het dus over de oorlog ging en over de holocaust met name... Ja. Dan wist hij, daar krijg je reactie op. Ja. Ik ga even verder praten met Nelke Noordervliet. Nelke, op de dag van de moord, 2 november 2004... maakten we net als nu samen met anderen... ik zag toevallig Maarten Wansink ook in de zaal zitten... een geïmproviseerde radio-uitzending over Theo... Wat herinner jij je nog van die dag? Of van dat uur, of wat weet ik. Ja, van dat uur. Van die radio-uitzending herinner ik me eigenlijk bijna niets meer. Omdat alles die dag, vanaf het moment dat ik hoorde wat er was gebeurd... in een soort waas is verlopen. Je bent zo in shock. En er komen zoveel herinneringen boven en zoveel gedachten aan wie, wat, hoe, waar, wat moeten we nu allemaal. Ja. Dat blijft gewoon één grote klont. En ik weet dat we geprobeerd hebben, die middag in de Smet, om alle emoties zoveel mogelijk in de hand te houden. Ja. Natuurlijk, emotioneel waren we allemaal, maar we wilden ook... proberen om alvast de kaders van het verhaal van Theo, als het ware, neer te leggen. Wie hij was
En wat hij met ons had gedaan, hoe we tegenover hem stonden. Vaak met ruzie en dergelijke. Want al zijn uitingen die hij opschreef en rondtoeterde, daar hadden we heel vaak iets van: Theo, doe dat nou toch niet. Ja, je meent het niet. Het zit niet echt in je, die woede. Maar, ik weet dat hij dol op jou was, echt waar. Maar hoe was jullie verstandhouding verder? Hoe was jullie verstandhouding? Nou ja, we hebben 8 jaar ongeveer elke week aan de tafel van Pam gezeten. Met Jaap van Heerde, Max Pam en Boudewijn Buug. Dus het was een grappig gezelschap, moet ik zeggen. En dan kwam daar elke week iemand die een belangrijk boek had geschreven. Ja. En die kwam daar om een soort vierschaar een beetje aangepakt te worden. En de rol van Theo en Boudewijn die was dan dat ze even fel erop ingingen. En Jaap en ik waren dan kalm. Het was good cop, bad cop zo'n beetje. Een heleboel mensen kwamen echt inderdaad sidderend binnen. Daarna, na afloop van de uitzending, gingen we wat drinken. En dan was het altijd groot feest. Ja. En Theo was iemand die eigenlijk altijd wat verbaasde mij. Hij had altijd het boek gelezen. Ik zal niet zeggen van kaft tot kaft, maar hij had de intuïtie om daar de essentie uit te halen, wat heel slim was. En ook de intuïtie om de echtheid van zo'n schrijver te beproeven. Hè, kan iemand datgene wat hij... Heeft iemand dat echt verwerkt? Is het van hem? Is hij echt in de manier waarop hij reageert? Wat hij altijd wil, echt. Een echte reactie van mensen. Nou, dat was bijna altijd was het een ontzettend leuke uitzending. Ja. En dus ik heb hem al die jaren dus ook voornamelijk in de nazitten leren kennen. Ja, nu, ik zag dat je brieven had meegenomen. Ja. Ik weet niet, ken jij ze, Jaap, die brieven? Nee, Jaap kent deze helemaal niet, joh. Ik ken ze ook niet. Nee, joh. Heel erg. Nou, lieve Nel, ik ben altijd dol op je geweest en jou zal ik dus ernstig missen. Daarover voel ik me kut en niet zo'n beetje ook. Wel prijs ik de heer eindelijk verlost te zijn van de jaloerse aap met zijn gekwebbel. Dat gaat dan over Max Pam. Enzovoort. We kregen ook, alle tafelgenoten kregen ook een getypte brief van Theo. Omdat de hele gang van zaken uit de doeken te doen, nou ja, daar lusten de honden geen brood van. Dus ook zijn vrienden werden stevig beledigd. Heeft hij jou nooit beledigd, Theodor? Nee. We hebben 2 keer ruzie gehad. Belachelijke ruzie. 1 keer, dat ging over een scenario wat ik zou schrijven naar aanleiding van een boek. Dat eerste boek van Joost Wagerman. Gimmick. Gimmick, ja. En daar waren Theo en ik al begonnen om het scenario te schrijven. En wat er gebeurde, dat was dat Theo en ik, moet ik eerlijk zeggen, we vonden samen echt dat dat boek niet klopte. Dat ging niet. Het plot deugde niet wat er in het boek zat. Dus er moest echt, het moest aan elkaar geschreven worden, zal ik maar zeggen. Nou, dat is ook later ook gebleken. Maar tegelijkertijd werd ik ziek. Ik kreeg tenminste allemaal gezwellen op mijn rug en moest van de ene dermatoloog naar de andere. Waarop Theo altijd zei, de gezwellen bij meneer Holman die varen weer als scheepjes in de nacht uit de haven. toen was hij erg kwaad en toen mocht ik dat scenario niet meer schrijven. Wat eigenlijk ook wel een opluchting was, want ik had wel hele goede ideeën. Maar ja, die dreven heel erg ver af van het boek. En toen dacht ik, kan ik net zo goed zelf een scenario schrijven. Toen heeft hij dat nog met Joost Wagerman gedaan. En Gimmick is toen, dat is toen niet zo'n succes geworden. Maar ruzie hebben jullie wel gehad, maar dan was het daarna weer afgelopen en klaar. Want oh ja, dat was daarna. Ja, precies. Ja. Nee, hij kwam meteen weer met fles drank. En de tweede met ruzie, Max is het ook goed gekomen. Ja, dat weet ik. De tweede ruzie, dat was wel grappiger. Althans, toen
was midden in een discussie. En ik zei dat ik hem, wat ik zo in hem bewonderde, en Theo. Ik zeg, nou, wat ik nou zo leuk vind, dat jij bent een soort... Ik zie jou als een soort Sartre. Ja, mezelf ook, zei ik toen. Maar ik zie jou als een soort Sartre. En het was alsof ik een lucifer had aangestoken bij een kruidvat. Hij werd woedend. Hij werd woedend. En ze zei, je bent helemaal gek. Weet je wat, deze verrader, deze ongelofelijke kleine schele verrader, dat is een weerzinwekkende man. Je weet toch dat hij in Cuba naar Fidel Castro is geweest en dat hij daar de kampen heeft bewonderd. Jij, en dat bewonder jij nou ook. Jij bent net als die mensen die naar Cuba gaan en het niet erg vinden dat de homo's worden neergeschoten in de kampen. Nou ja. Had hij niet een beetje gelijk, Theodor? Ik heb nog steeds een bewondering voor Sartre. Maar goed, hij stampte weg en werd heel kwaad. En toen is dat nog, even nadat hij weg was gegaan, nog in de gang bij mij thuis, is dat nog goed gekomen. Toen hebben we nog een kleine woordenwisseling gehad. Maar hij kon namelijk, dat is waar, ja, het staat ook in je boek, dus ik vind het een beetje flauw om dat nu te verraden, maar... Ik heb toen gezegd dat ik meteen nu onmiddellijk naar Cuba zou gaan, naar Fidel. En naar de kampen en daar wat homo's af zou schieten. En dan zou zeggen, alsjeblieft, dit is namens Theo van Gogh. En het kon hij zijn lachen niet houden. Nee, maar dat was een betere was manier om te reageren. Ja. Hij kon niet meer kwaad zijn als hij zijn... dat heb ik vaak gemaakt. Theo had één rare eigenschap. Hij kon geen moppen vertellen. Hij had wel enorm veel humor. Maar hij nam elke mop heel erg letterlijk. Dus als je bijvoorbeeld een mop vertelde, ik noem maar wat, van een dokter. En toen zei de dokter tegen de mevrouw, nou legde uw kleertjes maar op de mijne, mevrouw. Dacht Theo eventjes één seconde na, zo lachen. Die zei, daar heeft die dokter enorm gelijk in. Zei hij dan. Hij kon niet. Hij nam alles letterlijk. Ja. Maar goed. Ja, dat klopt toch, Gijs? Het is... ja, hij had geen gevoel voor humor eigenlijk. Hij had eigenlijk geen gevoel voor humor. Hij hield ervan. Hij had ook grote moeite met ironie. Ja, echt moeite met ironie. Ja, dat is terwijl hij heel geestig schrijft. Ja, enorm. Daar ja. komt de ironie steeds naar voren. Maar, ja. maar hij had moeite om dat onderscheid te maken. Wanneer er iets ironisch was en wanneer het echt was. Ja. Dat vond hij moeilijk. Dat kon je aan hem zien. Even nog naar die... ik wil even nog naar Ayaan. Ik weet niet goed waarom. Maar we hebben het in die radio-uitzendingen ook heel vaak gehad. Waar jij ook vaak was over Ayaan Hirsi Ali. Hoe stond jij eigenlijk tegenover haar? Ik ken haar eigenlijk al vanaf dat ze bij ons bij Atlas Contact in augustus rondliep als een heel bedeesde vrouw waarvan we eigenlijk geen idee hadden wat er in haar zat. En langzamerhand heb ik haar beter leren kennen. En uiteraard natuurlijk ook die hele affaires van nabij meegemaakt. Ik heb haar altijd verdedigd en altijd verdedigd dat ze beschermd moest worden en beveiligd moest worden. Ja. We hebben daar nog eens een keer een middag aan gewijd met Ernst Hirsch-Ballin en Tjibbe Joustra, die daarvoor verantwoordelijk waren. Met vier mensen zijn we haar zaak gaan bepleiten om te zorgen dat ze in ieder geval beveiligd zou worden. En dat is allemaal goed gekomen. Zij is verdwenen in Amerika ergens en we hebben eigenlijk nooit meer wat van haar gehoord. Ja, ze is katholiek geworden, geloof ik. Ja, dat zat er dik in. Twee maanden geleden. Dat zat er dik in. Ja, toch? Ja, toch? Ja. Ja. En begreep jij eigenlijk de samenwerking van Theo met Ayaan? Ja, dat begreep ik heel goed. Het was een rechtvaardige zaak. A just cause was het voor hem. Ja. Hij kon Ayaan verdedigen en werken met haar om daaruit te laten merken dat hij niet alleen maar iemand was die volksdelen beledigde, maar die ook stond voor de zaak van de vrijheid en vrijheid van meningsuiting, die van Ayaan. Ja. Dus het klopte helemaal, maar voor mij was het ik vond het een soort kruidvat wat daar ging samenwerken. Want ze waren allebei natuurlijk, liepen ze gevaar, maar in samenwerking liepen ze nog eens extra gevaar. Ja. Dat was echt heel explosief, vond ik. Dus ik vond dat griezelig. Dank je, Nelleke. Ik ga nou weer naar Gijs.
Leuk, hè? Daar is het ook weer van. Gochzondag. Ja. Ja, precies. Wat, wat zeg je? Heel goed. Dit is van Gochzondag, toch? Ja, ja, dit is van Gochzondag. Ja. We gaan naar die 2 november, Gijs, 2004. Hoe hoorde jij het bericht over Theo? Van Hans Theeuwen. En die belde om, zeg maar, zeg, ja, 8:15, zoiets. Ja. En dat vond ik heel raar, want ik zie de naam Hans Theeuwen op, Hans, op mijn telefoon staan. En die was nooit voor 12:00 op. Dus dat was een beetje vreemd. En Hans had het dan weer gehoord van een vriend van hem. En diens vriend had Theo zien liggen op de Linnaeus. Ja. Zo begon het. Ja, zo begon het. je moet ook even beschrijven wat er die ochtend gebeurde in de Van Breestraat. Ja, ik was erbij, dus... Maar nee, is goed. Jij moet het beschrijven. Nou, we hadden daar een viewing van de eerste montage van 0605, Theo's laatste film, voor de distributeur. Een distributeur die had net plaatsgenomen op kantoor met een baby, die ze de borst had gegeven. En toen kwam dat telefoontje. Dat is niet onbelangrijk. Het was een vrouw. Ja, hè? Ja, klopt. Uiteraard. Ja. Met die baby. Ja, heel goed. Heel goed daar gezien, Theo. Borst te geven. Ja. En die werd ook gebeld, geloof ik dat het nee, was. Nee, zij belde toen. Zij belde haar man. Ik ken iemand bij de Amsterdamse politie. Zei ja. Ze. Ja. Een commissaris of weet ik wat. Dus die ging zij toen bellen met die zogende baby. En dan. Zo kwam het. En toen hoorden we dat hij dood was. Ja, precies. Eigenlijk. Ja. En daarna werd het een pandemonium en een gekke huis. En dat is een week zo gebleven. Ja, maar dat was heel erg. Ja. Wat staat jij nog het meest helder daarvan bij? Op het ons welk moment? Welk moment waarvan je zegt, dat was een moment dat zal ik nooit vergeten. Afgezien van het feit dat hij... Ik heb wel zo'n moment. Zeg jij een moment maar, dan weet ik welke kant ik... Nou ja, ik vond het meest, ik vond het meest eigenlijk erge, verschrikkelijke, maar ook... Ja, merkwaardige, toen de ouders van Theo kwamen natuurlijk. Ja, ja. En dat zijn moeder vroeg aan de commissaris die aanwezig was... Of er misschien een deken over hem heen lag, want anders zou hij het zo koud hebben. Ja. Mm-hmm. Dat was wel het moment dat ik mij even moest afwenden. Dat vond ik wel heel erg. Ja. Ja. Goed, dat staat in mijn geheugen geëtst. Dus dat... Oké. Ik moet helaas, ja, anders wordt het, kunnen we wat over door blijven gaan, over die novemberdag. Want die was verschrikkelijk. Ik wil er ook vanaf. Ik ga praten met Geert en Waling. Ja, gezellig. Wat zeg je? Gezellig. Ja, dat is gezelliger. Vooral omdat ik weet waar je het over wil hebben, ja. Ja. Geert, je bent journalist, je bent historicus. Denk jij dat de moord op Theo... dat die Nederland veranderd heeft? Hoewel, ja, ik denk het wel. Ik denk dat het wel was natuurlijk voor het eerst... en ook tot nu toe denk ik nog steeds de meest impactvolle... uiting van jihadistisch geweld op Nederlandse bodem. Zowel de vorm van de moord als de persoon die vermoord is... De reden daarvan, Jaap schrijft er heel mooi ook over, Ayaan Issi Ali, hoe die film tot stand is gekomen en hoe bedreigend dat eigenlijk al was. En Nelleke zegt eigenlijk, ja, die explosieve samenwerking, nou, dat had ik toen zelf, ik studeerde net, ik ben een paar jaar jonger dan Jaap, we zaten aan dezelfde studie geloof ik, en had ik zelf toen nog niet zo door, maar achteraf ga je opeens zien van ja, dit was... Eigenlijk was het wachten tot er zoiets zou gebeuren, zeker met een Theo van Gogh. Hoewel hij daar zelf natuurlijk, hij hinterde op en tegelijkertijd gaf hij aan van de gek of de dorpsgek, en die knallen ze niet neer. Maar we wisten natuurlijk wel dat er een bepaalde stroming van jihadistisch, ja, salafistisch extremisme opkwam. Gesubsidieerd ook met veel oliegeld, het wahhabisme uit het Midden-Oosten, wat zich verspreidde buiten de Arabische wereld, in de westerse wereld zeker. Ook in andere landen trouwens. En wat voor heel veel geweld zorgde. We hadden 9/11 gehad. En een aantal wat kleinere of minder opvallende aanslagen. Ik geloof dat Madrid al geweest was. Of, ik weet even niet meer de chronologie daarvan. Maar dus het is nog maar het begin gebleken van een golf. Hè? We weten inmiddels
20 jaar later wel wat er nog meer allemaal op ons pad is gekomen met Bataclan en de alle verschillende verschrikkelijke aanslagen die er geweest zijn. Tot op vandaag de dag, eigenlijk ook 7 oktober, kun je ook in dat licht zien. De Houthi-rebellen kun je ook in dat licht zien. Het is, ja. Goed, dat zijn allemaal verschillende stromingen, verschillende facties binnen de hele grote, onder hele grote paraplu islam. Maar dat er bepaalde gewelddadige islamitische stromingen opgekomen zijn sinds die tijd. En dat het eigenlijk een voorbode was, dat hadden we eigenlijk wel kunnen zien toen. Ja. Nou was Theo, die was een tamelijk épris van Frits Bolkestein en later ook van Pim Fortuyn. Heb jij enig idee wat hij in die mannen zag? Ja, vooral Bolkestein was iemand die toch heel op een hele deftige toon kon die dingen aan de kaak stellen die eigenlijk niet aan de kaak gesteld mochten worden. Wat later ook door Paul Scheffer is gedaan, het multiculturele drama, wat Pim Fortuyn aankaartte. Ja. Wat ook al in het buitenland, ik las bij Jaap, dat Theo daar echt door beïnvloed was, via Nepal had gedaan, onder andere met het boeken over hoe de islam buiten de Arabische wereld een agressieve factor, een imperialistische factor aan het worden was. Bolkestein had het eigenlijk alleen nog maar over de integratie. Die had het gewoon over de multiculturele samenleving. Ja. Die zei nog niet eens dat die mislukt was, zoals later. Dat was ook zo'n moment, hè, dat opeens 10 jaar later mocht dat wel gezegd worden. Maar in de jaren 90 absoluut niet. Dat de multiculturele samenleving was heilig. En Bolkestein zei alleen maar, we kunnen onze eigen westerse samenleving niet blijven wegrelativeren. We moeten de christelijke, humanistische, joodse, noemde hij er ook geloof ik bij, waarden die in onze geschiedenis zitten, moeten we hoog houden. Om te laten zien aan de islamitische immigranten, dit is waar je nu bij hoort. Je mag ook daarin, binnen deze liberale open samenleving, je eigen geloof beleiden. Maar als wij niet staan voor onze eigen waarden, dan zijn we ten dode opgeschreven. En dat heeft Bolkestein als eerste en ook als een van de meest, ik denk, deftige politici aan de kaak gesteld. En toen dat niet duidelijk genoeg werd, zat daar ruimte in voor Fortuyn om daarin te stappen. Die het overigens, als je nu de beelden van Fortuyn terugziet, of de columns leest, of de boeken, dan is het denk je ook wat een zee van redelijkheid is dit allemaal. Ja, is dat zo? Ja. En daarna pas kwam Wilders met het extremistische, of het meer radicale verhaal over de islam. En ja, dat is wel een stroomversnelling geweest die pas na Van Gogh is ingezet. Eigenlijk is, ja, tegenwoordig, ik zit alleen maar te denken tijdens het lezen en ook tijdens het gesprek, wat missen we Theo van Gogh vandaag de dag? Want ik ben heel benieuwd hoe hij zich nu zou verhouden. Tot zowel de leed, hoe noemde hij dat net zo mooi? Leedkapitalisatie of de exploitatie. Leedexploitatie. In deze tijd van slachtofferschap is er denk ik heel wat waar Theo zich heerlijk over zou kunnen opwinden. Ja. Maar ook wel toch dat het alleen maar debat is gezapiger geworden en veel braver. Als ik deze verhalen hoor over de jaren 90 en 80, denk ik, wat een ruimte om alles te zeggen en wat is er weinig gezegd eigenlijk in die tijd. Maar heb je ook een analyse hoe het komt? Ik ga dat straks ook aan jou vragen, Nelleke. Heb je ook, weet je ook waarom dat nu niet kan? Waarom wat de reden is waarom dat nou niet kan? Jouw eerste vraag aan mij. De impact van de moord op Van Gogh heeft daar misschien wel aan bijgedragen. Dat er toch een angst is gecreëerd voor dat woorden toch wel meer zijn dan alleen. Dat woorden ook echt wapens kunnen zijn. Of in ieder geval wapens kunnen uitlokken. Dat er ook een bepaalde braafheid is gekomen. Omdat mensen denken, nou, ik heb, zelfs Hans Theo zegt dat. Bepaalde grappen over islam maak je niet. Er is geen enkele cabaretier die dat durft. Maar los van de islam is er ook gewoon in het algemene publieke debat een enorme overgevoeligheid. Als Oppenheimer een tekening maakt over Kaag als heks, dan staat de halve grachtengordel al op de achterste benen. Ja, als je dan hier de polemieken hoort, of soms de eenzijdige polemieken van Theo van Gogh, en de enorme kwetsuren die hij kon uitdelen en de beledigingen, dan denk ik, ja, niet dat we dat nou zo ideaal was, maar die vrijheid nemen in het publieke debat om echt iets te zeggen, om echt iets te bewerkstelligen, dat zie ik weinig mensen meer doen eigenlijk. Het is ook hoe effectief denk je dat is? Als je, kijk, kwetsen is één ding, maar politieke argumenten aandragen is natuurlijk iets anders. Ja, maar wie bepaalt het? Dat is altijd de vraag van een vrije meningsuiting. En ja. Jaap schrijft uitgebreid ook over de kunstexceptie. Dat je binnen het strafrechtelijke, Nederland heeft al een heel beperkt strafrecht in de zin van beperkte vrijheid van meningsuiting. Aangezien belediging en aanzetten tot haat al strafbaar is.
Maar daar zou je voor een kunstenaar als Van Gogh een uitzondering voor moeten maken. Juist omdat je die grenzen niet door een rechter of door een politicus wil laten bepalen. En dan is het ook zo. Ja, het spijt me heel erg dat de mensen gekwetst zijn door bepaalde uitspraken. Maar je hoeft dan blad niet te lezen. Je hoeft zijn kanaal niet te bekijken. Je kunt er ook voor kiezen om je daarvoor af te sluiten natuurlijk in een open samenleving. Je zou ook kunnen zeggen dat Theo die stond natuurlijk een absolute vrijheid van meningsuiting. Dat was zijn ideaal. Hè? En, met het argument van... weet je, de meest objecte dingen moeten in het openbaar gezegd kunnen worden, anders gaan ze ondergronds en dan heb je er geen grip op. Ja, ook een punt. Maar je hebt natuurlijk, er zijn nu sociale media, dat is, dat is volgens mij een jaar of twee, drie na de moord opgekomen. En dat is eigenlijk wat er, iedereen heeft nu een podium, iedereen kan alles wat hij wil op Twitter gooien. En, behalve wat de wet verbiedt. Ja, maar... Nou ja, goed, waarom zou je dat dan niet... als je iets wil veranderen, moet je de wet erop treden. Staat daar natuurlijk op, nu. Ja. Eigenlijk een soort van ideaalbeeld van Theo. Ja. En met dus alle complottheorieën, desinformatie, noem maar op. Het staat er allemaal op. Ja, ik ben daar erg voor. Behalve dat Theo het onder eigen naam deed. En dat is een groot verschil. Als je zelf ook achter je uitspraken staat, hoe erg ze ook zijn... doe je het onder je eigen naam, met je eigen gezicht. Zelfs adressen in de krant, ja. Maar goed, dan blijft nog de vraag of je dat nou... leuk vindt of niet, maar dan blijft de vraag hoe effectief is het? Hoe effectief is het om door middel van beledigingen een stelselwijziging of een gedachteverandering in de samenleving aan te brengen? En ik denk dat dat niet de effectieve methode is. Maar dan kan je zeggen, ja goed, Theo was geen politicus, hij was een kunstenaar. Hè, en dat is een ander verhaal, dat accepteer ik, dat idee ook. Maar ik denk dat als je... de belediging kiest als wapen om een maatschappij te veranderen, dan denk ik, dan kom je nergens uiteindelijk. Nee, nu zit je in een situatie, eerlijk gezegd, ik kan wel veel met je meevoelen, maar nu zit je in een situatie dat, om het even hierbij te houden, dat de Joodse gemeenschap in Nederland zich juist heel erg bedreigd voelt door wat er allemaal is losgekomen na 7 oktober. En dat eigenlijk een beetje een taboe geworden is, omdat we dagelijks in de media zien hoe het verhaal eigenlijk grotendeels door Hamas geïnspireerd wordt. Of in ieder geval of in pro-Palestijnse zin wordt uitgelegd. Ja, ik vraag me af of je dan niet even een Theo Vroeg nodig hebt die even radicaal wat anderen zegt. En daar dat doorbreekt. Ja, ik denk dat dat wel een louterende werking kan hebben. Ik wil even de mening van Nelleke horen. Ja, ik denk dat Jaap gelijk heeft dat door het feit dat we op social media elkaar kunnen beledigen tot in het oneindige, dat daardoor het effect van een Theo van Gogh, die het dan mainstream zou doen in de krant, totaal ondergeschikt zou zijn. Ik vrees dat Theo dan helemaal de dorpsgek zou zijn. Waar je dan een beetje om lacht. Hij zou het waarschijnlijk niet eens halen bij wat op de social media terechtkomt. Ik denk dat hij ook de tegenkant eerder zou zijn gaan kiezen. Hij zou zeggen van, prima jongens, gaan jullie je gang maar. Maar ik denk dat hij dan misschien weer de hopman van Nederland zou zijn geworden. Wat denk jij, Gijs? Ja, Jaap zegt nee. Ik denk het ook niet. Nee. Ja, het hij zou 20 jaar ouder zijn, jongens. Ja. Ja. In zijn hele leven gaat hij tegen het establishment in. Nee, dus wat dat betreft is er eigenlijk geen ontwikkeling. Waar zit dan nu het establishment? Ja, en waar zitten de Theo van Gogh's die daar iets tegenin durven te brengen? Ja. Hij was zelf natuurlijk eigenlijk qua achtergrond was hij juist onderdeel van een establishment. En heeft hij ervan afgezet. Ja. Maar mijn punt was, waar is nou die Theo van Gogh die het in ieder geval durft om het in de krant te zetten? Goed schrijven gaat het ook om. Wat zeg je, Gijs? Goed schrijven gaat het ook om. Die missen we ook. En goed formuleren. Dat is op, heb jij helemaal gelijk? Helemaal niet zo. Nee, dat is waar. Maar ik vind dat je verwaart het dat tegen inbrengen met een rationeel argument. De wijze waarop Theo dat deed. Hè. Dat zijn twee verschillende zaken. Er zijn genoeg mensen die zich keren tegen wat jij ook aangaf, bijvoorbeeld de 7e oktober. Hè. Dus de wijze waarop sommige mensen daarmee omgaan. Die zeggen van, er zijn genoeg mensen. Zitten hier ook in de zaal columnisten die zich daartegen keren. Die zeggen, daar wordt veel te gemakkelijk overheen gelopen wat daar gebeurd is. Maar dat gebeurt op rationele argumenten, op basis van rationele argumenten. En ik denk, als je daar als een soort, ik vind het een rotwoord, maar als een soort dorpsgek tegenin gaat, dan bereik je, nog één, niks. Mag ik nog één? Er is ook zoiets als de kunst van het beledigen. En dat heeft een bepaalde functie. Zowel literaire, kunsthistorisch zou je kunnen zeggen dat het heel belangrijk is geweest in onze cultuur.
Niet alleen als nar, maar ook echt daadwerkelijk om dingen, pijnpunten, echt zenuwen bloot te leggen. Maar er is ook zoiets volgens mij als het aanvechten van alles wat macht heeft. Dat is wat Hans Theeuwe toen even goed heeft gezegd bij die meiden van Halal, of hoe heet dat programma, op de pijnbank, waarin hij zegt van ja, alles wat macht heeft moet bevraagd worden. En soms kan dat ook alleen maar door het keihard te beledigen. Op het moment dat er heilige huisjes zijn of dogma's, omdat je, er wordt gezegd, dat mag je niet zeggen, want dan beledig je mensen. Dan kan het juist goed zijn om dat wel te doen, om aan te tonen dat alles bevraagd moet kunnen worden. Ja. Ja. Ja, jij vroeg de effectiviteit, Ronnie, van de belediging. Maar dat is ook, en wat, als je dat als wapen gebruikt, zei je, wat heb je daaraan? Nou, wat je daaraan hebt, is dat het een wapen is voor iemand die geen wapens heeft, die zich monddood gemaakt voelt worden. En die heeft alleen maar de belediging. Ik vind dat uitstekend. Laat hem maar lekker beledigen. Maar helemaal niet erg. Dat heeft ook een sociale functie. Maar zoals satire dat heeft, ironie dat heeft. Wees dan consequent. En gebruik het dan niet op het moment dat Pim Fortuyn wordt vermoord. En ga dan niet met de wijsvinger wijzen naar Ad Melkert en naar andere politici die Fortuyn hebben afgemaakt. Maar als je dan kwaad bent... Ja, nou, ja, nee, kijk, ik, ontzettend nee, woedend. Weet je, kijk, Theo, ik begrijp het allemaal. En voor mij, kijk, is Theo van Gogh een kunstenaar. In eerste instantie. En die uit zich ongecontroleerd enzovoort. En in de loop der jaren, en ook na het lezen nog eens van dit boek, van het hele mooie boek, maakt hij ook iets warms in je los. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ook door zijn royale gedrag, door zijn vriendschappen, door de wijze waarop hij met mensen omgaat enzovoort. Dus ik wil daar geen kwaad woord over noemen. Maar als je het vanuit een politieke kant bekijkt, moet je je afvragen, wat bereik je ermee om mensen op deze wijze te beledigen? Daarmee bereik je een hele hoop tegenwind. En dat is niet handig. Als je een maatschappij wil veranderen, dan zou je dat op basis van structurele, normale argumenten moeten doen. Maar wrijving geeft ook wel een beetje glans soms, hoor, Ronnie. Het is fantastisch als je een kunstenaar bent en dat doet, maar dan moet je niet denken dat je ook een politicus bent. Nee, maar wacht even. Nee, dat was het niet. Je maakt duidelijk een onderscheid. Een kunstenaar mag dat wel. En de rest moet zorgen dat hij zijn argumenten op orde heeft. En dan kun je veel met elkaar discussiëren, maar dan komen we ergens. Maar dan plaats je de kunstenaar zo ver buiten de maatschappij dat je hem daarmee tegelijkertijd ook tot een nietzeggend iemand bombardeert. Die kunstenaar, als hij zijn mening uit op beledigende wijze, wat dan volgens jou mag, die moet daarmee ook zijn invloed uit kunnen oefenen. Dus die moet ook door de maatschappij worden gezien als iemand die wat te zeggen heeft. Dus je kunt hem niet helemaal erbuiten plaatsen. Moet hem erin plaatsen. Dat heb ik natuurlijk ook niet gedaan, want anders was ik niet gaan procederen tegen hem. Nee, want ik heb hem wel degelijk serieus genomen. Maar ik waarschuw gewoon dat als je denkt dat dat helpt, dan kom je misschien van koude kermis thuis. Als je denkt dat provoceren helpt. Maar laten we niet vergeten dat, ik snap hoor, maar dat nu ook dit jaar al 20 jaar een politicus en op dit moment ook de leider van de grootste partij van de Tweede Kamer eigenlijk geen leven heeft. Dus wat dat betreft, dat er eigenlijk al een halve moord gepleegd is, nog zonder dat er een aanslag op hem gelukkig afgelopen gelukt is, heeft iemand al eigenlijk geen leven meer. Je ziet dat het probleem niet weg is. Sterker nog, een kwart van de zetels in de Tweede Kamer zijn nu door deze man en zijn min of meer eenmanspartij binnengehaald. Met hele radicale uitspraken over de islam. En hij is zelfs veroordeeld voor belediging uiteindelijk. In 2020 is dat cassatieverzoek daar tegen afgewezen. Dus hij is uiteindelijk Zonder strafoplegging. Hè? Zonder strafoplegging, maar wel met een strafblad. En bovendien is hiermee dus weer jurisprudentie aangevuld op de jurisprudentie die min of meer door jou en de jou is gecreëerd destijds. Dat je dit soort dingen toch allemaal, dat de marges van de vrijheid van meningsuiting in het land, niet alleen door de mensen met de kromzwaarden en de kalasjnikovs, maar ook door de mensen met de toga's en de befjes, toch ergens ernstig beperkt zijn. Ja, ik wil toch nog even verder gaan. Ja, ik ga gewoon. Het spijt me heel erg. Ik heb ontzettend veel respect ook voor uw opvattingen en uw compassie met het onderwerp. Dat is ook interpretatie. Maar het is nou eenmaal onverstaanbaar en daarom kunnen we er ook niet attent op reageren. Neemt u ons niet kwalijk. Maar hoe dan ook,
is het wetboek van strafrecht het eindpunt van iedere belediging. Daar wordt uitgemaakt. Ja. En als we dat willen veranderen, nou, dan hebben we wel weer 2/3 meerderheid, geloof ik, nodig. Nee, hoor. Dat is dan weer de grondwet voor normale moeten veranderen. Normale meerderheid. Ach, dan vrees ik het ergste. Ja. We komen aan de laatste vragen toe. Gijs, we zijn altijd Theo's verjaardag blijven vieren met zijn familie op 23 juli. Hoe lang gaan we daar eigenlijk mee door? Ik denk zolang de familie leeft. Hè? Ja. Zusjes en zijn nichtjes komen er ook. Dus, ja. En die zijn stukken jonger. Ja, en het is altijd ontzettend leuk om daarheen te gaan. Ja. Wat betekent die... Het is raar om aan jou te vragen, maar wat betekent die dag voor jou? Nou, die staat in het teken van dat etentje. En van de etentjes in het verleden met Theo op datzelfde strand. Dat is altijd in Katwijk, waar de familie een huisje heeft aan de boulevard. En Theo nodig je dan af en toe op zijn verjaardag ook daaruit. Ja. En dan zat er een heel raar gezelschap om tafel. Van alles en nog wat. Van de voorzitter van Jeltje van Nieuwenhoven tot Joop Wijn. Dat soort van alles. Van alles was daar. Ja. Joop Wijn zat bij het CDA. Ja, precies. Ja. Jan PvdA. Maar goed. Nee, Joop Wijn zat toch bij het CDA. Ja, ja. Jeltje. Ja, CDA. Ja, Jeltje is PvdA. Ja. Ja, ja. Jeltje. Wie was van het... Jeltje van Nieuwenhoven. Oh, Jeltje van Nieuwenhoven. Ja, dat was het Partij van de Arbeid. Ja. Ja, ik word ook oud. Ja, precies. Ja. Nou ja, daar moet ik aan denken. Ik herinner me nog altijd, daar heb ik ook wel met Jaap over gehad, dat ik daar een keer kwam, hadden we een afspraak gewoon om wat te bespreken op het strand. Het was ook zo snik eten ook. En Theo zat in zo'n strandstoel. Je hebt een hele ouderwetse strandstoel op het strand. En daarnaast zat zijn jeugdvriendin Santje Panda uit Wassenaar. En die zat gezellig in de zon Primo Levi te lezen. Ja, dat vond ik heel erg een beeld van, ook van Theo. Dat staat mij nog altijd bij. Ja, denk jij dat hij dat... Want er zijn een enorme hoeveelheid vrouwen in zijn leven. Er zijn 3 vrouwen die eigenlijk bij hem bleven. Santje, Charlotte en de derde ben ik vergeten. Susan, moet je geloof ik zeggen. Ja, Susan. Is overleden. Ja, die is overleden. Wilde hij, zou hij... Want hij is ook met Helene geweest, de moeder van zijn kind. Wilde hij eigenlijk ook niet een burgerlijk bestaan? En dat, dus dat hij dus 3, zoals hij dat zei, de 3 stuivers daags zou verdienen. En de vrouw zich zou bezighouden met de luiers en dat was goed? Nou, volgens mij was dat uiteindelijk wel een soort van ideaal. Die geborgenheid. Ja. Ik vond het natuurlijk ook altijd fijn om inderdaad ook van die weekenden met de hele familie. Om naar een bungalowpark, om aan een picknicktafel met z'n allen te zitten en met zo'n gezelschap. Dat vond hij fijn. En dan misschien ook wel... Maar hij had volgens mij het idee dat er niet van zou komen uiteindelijk. Dat wist hij denk ik wel. Hè, dat hij niet echt een langdurige relatie zou kunnen houden. Maar het was misschien wel waar hij denk ik uiteindelijk naar op zoek was. Ja. Was hij naar... wat ik wel eens heb gedacht, dat weet ik niet hoor. Maar was hij misschien op zoek naar dezelfde geborgenheid en warmte die hij bij zijn ouders had? Want dat was toch wel een honk waar hij... graag was. Het was het was niet alleen maar roosgeur en maneschijn. Nee, dat kan je zeggen, ja. Maar het was wel een liefdevol gezin. Ja. Heb jij dat ook ervaren met de familie van Gogh? Enorm gastvrij, ja. Nee, ik ben ook ontzettend dankbaar. Ja, ze hebben natuurlijk meegewerkt en ze hebben me altijd... Dus altijd kon ik bellen, ik kon altijd langsgaan. Ja. Nee, het was geweldig. En nog even, om op iets terug te komen. We hebben nog 1 minuut. We hebben het er ook geloof ik wel eens over gehad. Ik ben zelf ook van mening dat de oorlog een enorme invloed is geweest op de persoonlijkheid ook van Theo. Tenminste, dat weet ik zeker. Hoe sta je daar nou tegenover? Ja, daar was hij heel voortdurend mee bezig. Ja. Ja. En er is ook zo'n verhaal waar hij altijd weer op terugkomt. Is dat hij inderdaad in Overveen bij het graf van zijn oom... dat hij daar voor de eerste keer naartoe ging. En dan werd hij meegenomen. Dat was eerst een stille tocht. Ja. En dan zag hij daar dat graf. En daar stond dan... Theo van Gogh, want zijn oom heette natuurlijk hetzelfde. Ja. En zijn vader, die werd dan emotioneel. Dus dan zag hij zijn vader huilen. En dat vond hij ook heel ingewikkeld, hoe daarmee om te gaan. Ja, dat kon hij niet. En denk je dat ook voor een groot gedeelte zijn agressie... die hij zeker had, heeft bewerkstelligd, heeft ontwikkeld, moet ik zeggen? Ze denk wel voor een groot deel van invloed op geweest. Ja.
En dan afrondend, als je nou op hem terugkijkt en je vergelijkt dat met hoe je eraan begon, wat ja. Nou, ik heb veel meer verschillende kanten van hem gezien, veel meer verschillende lagen. En met name ook de indruk die hij op mensen heeft gemaakt, wat voor impact die heeft gehad. En hoe ontzettend liefdevol die kon zijn en troostend en vertederend. En dat zie je met name in die brieven terug. Die brieven die waren echt, voor mij, dat wist ik. Ik wist dat hij een brievenschrijver was. Maar deze hoeveelheid en deze variëteit ook in brieven. Ja. En in sommige correspondenties zie je echt al die spectra van zijn persoonlijkheid terug. En er moet een verzamelde werk van zijn brieven komen. Hè? Dat zou mooi zijn, ja. Ja, dat zou mooi. Heeft hij gemeen met oom Vincent? Ja, dat is inderdaad ook heel opvallend. Het zat in de familie. Sterker, ik ken die brieven van Vincent goed. Als je die vergelijkt met de brieven van Theo, dan zou je heel veel overeenkomsten. Qua persoonlijkheden, het waren natuurlijk zelfde persoonlijkheden. Veel overeenkomsten. En je ziet ook de invloed van de dominee, de vader van Vincent. Ja. Zie je dan heel sterk. Moralistische. Dat moralistische, altijd dat moralistische wat hij had, dat vingertje. Ja. Het is een schitterend boek, Jaap. Echt, ik was ik echt kapot van. Wat ik lange tijd niet heb gehad bij het lezen van een boek. Dames en heren, dit was onze hommage aan Theo van Gogh. We spraken dus over deze biografie, De Bolle Gogh. Straks na afloop van de uitzending is die biografie te koop in onze foyer. Wie hem nog niet heeft, raad ik aan. Koop hem. Ik dank jullie wel. Jaap, jij natuurlijk. Nelleke, Noordervliet, Ronnie, heel erg bedankt. Gijs en Geert en Waling. De OBA-techniek was in handen van Mark, Misha en Rijmond. En de eindredactie was, en ik moet even dat speciaal compliment aan verrichten. Het was verrukkelijk om weer aan zo'n project te werken. We hebben daar heel veel plezier aan gehad. Rina Spicht. Dames en heren, ik dank u wel.